Dag lieve kijker. Ik heb eigenlijk een bijzondere boodschap te brengen voor een specifieke persoon. Het gaat om iemand die al geruime tijd als zelfstandige werkzaam is, maar met een speciale missie. Deze persoon werkt al aan aan de wereldomstandigheden. Wat er zeg maar zich nu afspeelt, al vanaf het corona-tijdperk. Voor die persoon, en misschien zijn het er wel een paar, moet ik deze boodschap doorgeven. Als jij je daar nu niet in herkent, wil niet zeggen dat deze boodschap geen waardevolle informatie voor jou bevat. Maar ja, het is dit keer een hele specifieke. Dus als zelfstandige werkzaam en al heel duidelijk met de wereldomstandigheden bezig en die waarheid te brengen. En die persoon, die loopt op dit, die heeft op dit moment een chaos. De Willow, recente verleden. The wind of change is blowing. met veel conflicten. Wat is er aan de hand? De persoon die met de juiste intenties werkt ten aanzien van de wereldomstandigheden. Kijk, the winds of change or conflict are blowing around you. Don't try to fight. Bevecht het niet. Want anders kan je ontworteld raken. Wees die willow. Bending without breaking. Breek niet, maar buigzaam. Maar deze persoon wordt al een tijdje eigenlijk in een toch een soort van gevangenis gehouden. En het gaat om een bepaalde collega. Waarmee hij een samenwerkingscontract heeft, hij of zij. Ik heb het gevoel dat het een hij is. Deze lichter, die ascent. Het is iemand die de ascensie kan bereiken, die ook de top kan bereiken. Maar die collega eigenlijk, of de band en het conflict steeds. Het is iemand die steeds op een egoïstische manier aan de dingen wil werken, is niet buigzaam. Maar het beïnvloedt deze persoon waarvan dit bedrijf eigenlijk is en die missie aan het vervullen is. Kijk, want dat zie ik bij deze. Dit is de initiatie. De persoon waarvoor deze boodschap bedoeld is, die heeft ook een aantal keer voor een initiatie gestaan. Heeft goddelijke leiding ook gehad. Maar door invloed van anderen redt hij die initiatie steeds niet. En dus wil dat zeggen dat deze zelfstandige, zeg maar, die aan die wereldomstandigheden werkt, beïnvloed wordt door anderen. En waardoor deze persoon geremd wordt in zijn missie. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Het gaat ook om communicatie. Het kan een vrouw zijn die wat dwars ligt, maar ook een man. Maar in ieder geval, het heeft met communicatie te maken. Communicatie loopt niet. En de ander is problematisch om mee te werken, omdat het meer vanuit het ego gebeurt. En niet wat vanuit goddelijke leiding of intuïtie zegt. Hè? En degene die, waarvan het bedrijf is, die wil echt vanuit dat hogere plan werken, vanuit intuïtie. Maar die collega zit dat dus dwars. Dat ligt hier.
En, maar er is een, voor deze persoon is er ook een soort liefdevolle vrouwelijke energie die ja, in romantische zin op die persoon wacht. Dus daarom denk ik, ik ben haast zeker dat het een man is. Die wacht totdat, ja, totdat ja, de weg vrij is. Clearing the way. Kijk, deze situatie is eigenlijk een dikke vette boomstam op de weg. Het is een grote blokkade op je spirituele pad. Op wat je wil bereiken met, in die omstandigheden van de wereld. Waardoor je zeg maar steeds wordt, ja, je beperkt. En er is er ligt een soort van samenwerkingscontract, of nee, niet contract, maar wel een iemand voor deze persoon in de toekomst die aanvullend kan zijn. Maar de persoon die nu steeds ervoor zorgt dat de initiatie niet van de grond komt. Kijk, de essentie wordt steeds niet behaald. Dus de persoon wordt beperkt. Ja, die is dus niet aanvullend. Dus er moet een boomstam weggehaald worden. En dan kun je bevrijd worden uit iets wat al lange tijd een soort van een gevangenis is. Die zal ik ook deze eens voorlezen. Ja, deze zegt een nare, wat donkere en ja, wat vervelende situatie is, kan op zijn eind komen. Je hebt ontdekt dat jij vrij kan breken van ja, limiet die je jezelf hebt opgelegd. Ook met betrekking tot dat samenwerkingscontract. Het kan ook met een vrouw zijn hoor. Ja, dit is die Queen of Scrolls, die ligt op de kop. Het is geen... Communicatie loopt steeds mis. Dus die ligt... Dat beperkt gewoon. Be sure to stay the course. Wees er zeker van dat jij op koers blijft. Want dit is eigenlijk een oud verhaal. En wat jou iedere keer terugtrekt. It's pulling you back. Dat is eigenlijk een invloed van een bepaalde persoon. En zeer waarschijnlijk een vrouw. Deze. En die zal ik er ook eens bij pakken. Die is Queen of Scrolls. Het is ook weer karmisch, hè? Het is gewoon weer een karmische afwikkeling. Maar deze persoon zit dus al heel ver in die... In het missie vervullen en met heel duidelijk... Met deze wereldomstandigheden bezig. Dus van belang dat hij niet wordt dwarsgezeten in zijn privéleven. Want dat is eigenlijk het geval. En dat kan wel eens voor uitputting zorgen. Of ja. Kijk, deze zorgt iedere keer voor verstoring. Dit is die Queen of Scrolls op de kop. Het is wel een intellectueel iemand, maar heeft sterke communicatieve vaardigheden. Kan in marketing werken of in het communicatieveld. Het kan een coworker zijn of in ieder geval een relatie. En ja, die zorgt iedere keer voor verstoring. Werkpositie. Hij kan met research te maken hebben en management. Nou, het is in ieder geval iemand op het werk met sterke communicatieve vaardigheden, maar die zorgt dus iedere keer voor verstoring. En dat is een boomstam op je weg en dat moet eigenlijk weggeruimd worden. Dus de initiatie is eigenlijk nu voor deze persoon om je niet meer te laten beïnvloeden. En niet bang te zijn dat, ja, dat, en ik moet zo sterk denken aan die sterrenbeeld reading die ik heb gemaakt voor de ram. Moest maken voor de ram. Daar moet ik zo sterk aan denken.
Want die was ook heel ver gevorderd en waarschijnlijk al werkzaam in de missie, maar er zat nog een gehechtheid in de nabije toekomst, iets, een oud minderwaardigheidsgevoel. En dat ligt hier eigenlijk gewoon. Maar er ligt ook daar iets in een samenwerkingsverband met een hele mop, liefdevolle vrouwelijke energie. Maar er is dus een andere vrouwelijke energie die voor verstoring zorgt. En of dat nou een ook tegelijkertijd een liefdesrelatie is, dat weet ik niet. Maar nou ja, dat is voor de kijker. Die zich hierin herkent. Maar nogmaals, ja, ik moet heel erg denken aan de ram. Maar de leiding van de Demesis is in dit geval zo van zet door. Zet door, want het haalt je uit die gevangenis. Want juist deze persoon zorgt dat jij de top niet bereikt. Dus laat al je gehechtheid los aan... Ja, misschien heb je ook wat te maken. Kijk, want deze is de skills of justice, balans, maar ook legal issues, papierwerk, juridische zaken. En dat heeft deze persoon wellicht steeds ook uitstelgedrag gegeven, want met die rompslomp. Maar daar moet je echt doorheen, want nou ja, nogmaals, deze persoon zorgt ervoor dat het steeds, dat je niet voor de volle 100% je dienstbaar kan maken. Want het beïnvloedt namelijk jouw eigen welzijn. Kijk, want deze, zal ik ook even kijken. Ja, het verlies van een bepaalde positie en een vertrek, een sudden departure from a job. En ook zeg maar een val in je verwachtingen of carrièreverwachting. En dat je ook zoiets hebt van verdorie, het lijkt niet, it also speaks to efforts that don't pay off. Dus de moeite die er steeds wordt gedaan, daardoor krijg je niet de oogst. Maar dat komt omdat er een dwarsligger is. Dat is het. Ik ga er ook nog een andere reading op doen met de After Tarot. Wat daar nog meer over te zeggen valt. Ja, en blijkbaar kijkt deze persoon ook naar mijn video's. Dat moet wel, want anders ja, zou het heel vreemd zijn als ik deze boodschap moet doorgeven. Ja, het is iemand die steeds voor een bepaalde... Ja, het is die niet voor het licht werkt. De duivel staat daar natuurlijk symbool voor. Vanuit egoïsme, niet voor het grotere goed, maar meer van ikke. Het kan ook nog een liefdesrelatie zijn waarbij je toch ook een seksuele iets mee hebt. En dat wat lastiger, extra lastig heeft gemaakt om ook dat los te laten. Hè, als er ook nog een liefdesaffaire bij zit. Dat kan dus. Maar dit is niet in jouw belang, deze persoon, om die in je leven te houden. Nogmaals, die verstoort de... Het voor jou, dat jij kunt werken vanuit het licht. En voor het grotere goed. En je echt dienstbaar te maken aan de mensheid. Kijk, maar het duiveltje zit ertussen. En dat kan ook dan je eigen ego zijn en met nog wat gehechtheid. Hè? Dat is ook het kleine duiveltje. Dus dan
heel fijn gezinsleven, bepaalde voltooiing. Het ligt op het recente verleden. Maar dat wil niet zeggen dat je dat had in die nabije toekomst, maar dat je dat wel heel, of recente verleden, maar dat je dat wel heel graag wenst. Ja. Toren, er zijn heel veel conflicten geweest. Dus iemand. Maar je hebt ook invloed van een andere die jou stimuleren naar dat nieuwe begin. Om die voel te zijn, om het oude los te laten en om je intuïtie te gaan volgen. Die heb je dus ook. En dat is die goddelijke bron. Die jou die leiding aanreikt. En die nieuwe kansen. En ook qua overvloed. Justice zal geschieden. Al wie goed doet, goed ontmoet. Wie het hoogste goed dient, zal uiteindelijk de oogst krijgen. Ook qua een fijn gezinsleven. Daar heb je misschien in het recente verleden op gehoopt met deze persoon. Kan ook. Dat hij daarom op het recente verleden ligt. Maar dat. Nou, dat heeft anders uitgepakt. Oeh. Goddelijke leiding. Ja, dat is het precies. Daarom. Oh. Deze persoon laat zich dus. Daarom. Die heeft wel degelijk leiding gehad. Maar door invloed van een coworker. Of. En misschien zit die dan ook wel. Zit die persoon dan wel met. Ook financieel verweven binnen dat bedrijf. En daardoor wordt eigenlijk de goddelijke boodschap verspild. Dat is die gehechtheid. Maar weet je, om echt dienstbaar te kunnen zijn. Om echt verschil te kunnen maken. En om kijk, dan moet je de keizer zijn. Maar niet in die heerschappij. Dat je iets wil vasthouden. Dat je iets onder controle wil hebben. Deze staat in dienst van ook in de lichtkant van het hogere goed. Dat is de lichtkant van de keizer. En die heeft dan ook die leiderschapskwaliteiten. Maar je hebt al wat staven. Deze kijker heeft al wat waar het over gaat. Die heeft al heel wat staven laten vallen. En is nu een beetje aan het uitrusten op die laatste. Staf als de laatste uitdaging dan eigenlijk, na de toren. Dus deze wil eigenlijk het advies gaan zeggen van verspil niet weer die goddelijke leiding. Want door invloed van anderen heb je dat wel gedaan. En waarschijnlijk toch ook omdat daar persoonlijke belangen bij zaten. Met, ja, ik vermoed geld ook. Of in ieder geval, dat financiële verwevenheid. Dat kan een huis zijn, dat kan business contract zijn. Hè? Dat. Maar het wordt je iedere keer weer. Die puurheid ligt eigenlijk een beetje dwars. Dit is een hele pure page op de gerechtigheid. Jouw puur zijn wordt ook gaat dwars liggen zo. Hè? Als jij. Je laat beïnvloeden door die persoon die eigenlijk de duivel dient. Of het duister dient. En meer, meer op egoïstische basis het werk doet. En terwijl jij eigenlijk echt het hogere goed wil dienen. En jij daarom steeds die goddelijke leiding hebt verspild. En daar was je ook een beetje bang voor. Kijk, want hij ligt op de hoop. Hij ligt ook op de vrees. Want je bent natuurlijk ergens bang. En dat wil zeggen dat je niet volledig 100% vertrouwen hebt. Dat het universum voor je zorgt. Dat goed komt. Dat je echt geleid wordt naar het goede. Zowel op werkvlak als op financieel ook. Als de liefde. Kijk, die dwaas. Door invloed van anderen. Laat je altijd beïnvloeden door iemand die jou naar die intuïtie leidt. Durf een nieuwe sprong te wagen. Hou niet aan dat oude vast.
Want dat geeft steeds meer een burden en dan ga je ondergebukt. En nogmaals, dat kan juist je missie steeds een grotere belemmering zijn om... En om ook in die wereld die justice te krijgen natuurlijk. Hè? Want als jij werkt aan de wereldomstandigheden, maar jouw eigen privéleven, daar zit ook nog een duiveltje dwars. Kijk, dan is dat altijd ook een spiegel. Ja, dit is het precies. Dus, nogmaals, ik moet dan heel sterk aan de ram denken. Heel sterk aan de ram denken. Zijn er nog meer? Oh. Ja, het is een rebel. Het is een rebel. En iemand die nu al heel rebels is. Ook al dicht tegen die versierde bel. Het is gewoon die ram. Het is gewoon die ram. De rebel. Dat potentieel om die rebel te zijn. Het maatschappelijk oordeel doorbroken. Hij is vastbesloten. Ik ga hem voorlezen. Dit is een. Deze ram. Ik zeg het gewoon. Het is die ram. Het is gewoon die ram. Kijk, de rebel. En het is een man. Ik weet het haast zeker. Want hier ligt ook weer die keizer. Nou kan ook de mannelijke energie van de vrouw af en toe die keizer zijn. Maar ik bedoel, er liggen hier allemaal mannen. Dus, nee, ik hou het, ja, ik volg mijn intuïtie. Even kijken. De rebel. Ook weer een man op deze kaart. Eens even zien. 16. Maar nogmaals, een andere die daar toch ook weer iets uit kunnen halen voor zichzelf. Dus dat is natuurlijk, kan natuurlijk altijd, hè? Kijk, het is een autoritaire, machtige figuur. Maar geen keizer in die starre, tyrannieke keizer, hè, in de schaduwkant. Deze is duidelijk meester over zijn eigen lot. Op zijn schouder staat het embleem van de zon. En de toorts die hij in zijn rechterhand houdt, symboliseert het licht van zijn eigen met moeite verkregen waarheid. Of hij nu rijk is of arm, de rebel is eigenlijk een keizer. Jeetje, wauw. Want hij heeft de ketens van de repressieve conditionering en het maatschappelijk oordeel verbroken. Hij heeft zichzelf gevormd door alle kleuren van de regenboog te omarmen. Hij is ontstegen aan de duistere, vormloze wortels van zijn onbewuste verleden en heeft zich vleugels aangemeten om de hemel in te vliegen. Zijn hele levenswijze is rebels. Niet omdat hij tegen iets of iemand vecht, maar omdat hij zijn eigen ware aard heeft ontdekt en vast besloten is daarnaar te leven. Dit soort rebellen zijn de ware lichtwerkers. Die kunnen voor het licht werken. Die zullen trouw zijn aan de waarheid. De adelaar, kijk, de adelaar is ook nog zijn totemdier. Een boodschapper tussen hemel en aarde. Zie? En dan kan die geleid worden. De rebel daagt ons uit de moed te hebben om verantwoording te nemen voor wie we zijn en naar onze eigen waarheid te leven. Kijk, deze rebel kan namelijk anderen uit een gevangenis bevrijden. Maar hij moet zich eerst nog uit de eigen gevangenis bevrijden. Met die coworker, waar hij misschien ook nog een erotische connectie mee heeft, dat weet ik dus niet. Maar dat kan ook. In ieder geval een betrokkenheid ook met, een verwevenheid ook met goederen, geld, juridische zaken, contracten. Verdeling van iets. Kijk, een verlichte kan niet tot slaaf worden gemaakt. Het is al iemand die werkzaam is voor die wereldomstandigheden. En die al eigenlijk naar buiten treedt als iemand die niet tot slaaf kan worden gemaakt. Hij kan ook niet gevangen worden gezet. Het kan niet anders of ieder genie dat zijn innerlijk enigszins heeft leren kennen is wat moeilijk te verteren. Ja, hij zet de boel op stelten. En de massa wil niet gestoord worden, ook al zijn ze er ellendig aan toe.
En ze zijn er ook ellendig aan toe, maar ze zijn aan hun misère gewend. Een verlichte is het, bijna een verlichte, is de grootste vreemdeling op aarde. Hij lijkt nergens bij te horen, want hij laat zich niet beperken door een organisatie, gemeenschap, maatschappij of natie. Zo in is het. Het is een... Oh, hey, er is tegelijk een kaart pleiten. Oh nee, hier. Zo. Dus ja, dit is het precies. Dus daar is die boodschap voor. Voor iemand die zich hierin herkent. Zeer waarschijnlijk een ram is. Die zich in die rebel herkent. Daar ook al in werkzaam is. Die geleid is ook. Vanuit die goddelijke bron. Ook in zijn vervulling van zijn missie. Maar er is dus een coworker. Het zij... romantisch iets erbij die de boel belemmert. En waar op basis van de rebel toch nog de leiding verspilt. Dus, deze persoon moet nog die kluizenaar, die wijsheid, naar binnen keren in meditatie. En dan weet je welke volgende stap je moet nemen. Anders krijg je echt meer die torenervaringen. Want dan trekt die goddelijke bron zich weer terug. Hè? En dan blijf je in het oude. En dan krijg je altijd torenervaringen. Er is een empress die jou kan beïnvloeden. Op positieve, kijk die. Een empress, Een wijze vrouwelijke energie. Kijk, een nieuw begin. Zwaan. Klein. Jonkies. Die lag ook in de vorige reading eigenlijk al. Een liefdevolle vrouwelijke energie. Die zou jij als partner moeten hebben. In je werk of in een liefde. Op beide. Dat je aanvullend op elkaar bent. En niet meer iemand hebt die jou kan tegenwerken. Die het werken voor het licht kan tegenwerken. Want daar moet je nog van loskomen. Losbreken. Daar ben je al een tijdje naartoe geleid. Zo. Ja, dit klopt precies. Ja, iemand met die nog sterk in de dualiteit zit. En met meningen. En dat zorgt voor heel veel meningen, misunderstanding. En dat is een blokkade op die weg. Als de een vanuit het licht wil werken, die. En die andere zit nog in die energie. Ja, dat kan niet. Daar kun je niet meer mee werken. Die ligt dwars. Kijk. Het leven komt dan vol met dualiteit. Deze kaart moedigt je aan even kijken hoor, want hij is heel groot, dit bericht. Even kijken of ik het... Eigenlijk is het gewoon wat ik al zei. Er is iemand die steeds voor misunderstanding zorgt, voor die nare communicatie. Maar dat komt omdat hij nog in die dualiteit leeft. Be conscious of the ways you may be misunderstood and be courageous in your intention to live your own life and stand in your truth. En uiteraard moet je ook gewaar zijn over de misunderstandings die je in jezelf draagt nog. Ja, want dat kan dan die gehechtheid nog zijn. Dat is ook eens een dualiteit nog, hè? Dus dit is het. Embrace your divine nature. En dan kun je echt voor de volle 100% voor het licht werken. En dan zal er ook een partner op je pad gestuurd worden.
die aanvullend op je is. Die lag in de vorige reading, lag die al klaar. Een hele liefdevolle, maar ook hele krachtige vrouwelijke energie. Oké. Dat was het. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Dit kreeg ik door en dat komt er ook nog uit. Dus ik wens je heel veel moed. Want ja, de wereld... jij bent een hele belangrijke schakel in de situatie van het hier en nu, wat er nu zich afspeelt. En dat zou jammer zijn als een ander dat blijft dwarsbomen in je nabije omgeving. Dank voor het kijken en heel veel liefs. Bye bye.